Wil je wat drinken? Ik weet niet. Ja, watertje. En eigenlijk moeten we deze even in een vaas zetten. Zullen we. Ja. Kijken. Dat past. Ja. Glaasje water? Ja. Ik ook eigenlijk. Wil je hem heel koud? Ja, is goed. Dus, ziet er echt leuk uit. Dankjewel. Hoe jong ben jij eigenlijk? Ik ben 32. En jij? 31. 31. En voor de rest, heb je hobby's? Ik hou van mediteren, wandelen, sporten. En jij? Mediteren ook. Kundalini. Ja, leuk. Ja. En want je bent ook bezig met spiritualiteit. Waar is dat ontstaan? Het kwam opeens vanzelf. Ik dacht van, ik wil toch weten wie ik ben. Ja. Ik zag de wereld anders. Ja. En jij? Ja, vanaf jongs af aan wel mee opgegroeid, omdat mijn moeder heel spiritueel is. Mm-hmm. Ik heb Reiki-cursus gedaan. Mm. Ik verdiep me ook daarin. Maar het is echt leuk. Maar echt leuk, de match. Ja. Dat je daarmee ook bezig bent. En ik, zeg maar. Ja. En heb je kinderwensen? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja. Nee, ik heb eigenlijk al 1 kind. Okay. Maar ik zou ook nog 3 bij of zo. Hoe meer kinderen, hoe beter. Ja, ja. Ja. Denk ik. Hoe meer herrie ook, hè? Ja, 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 ik snap het. Even kijken, dus we hebben koppelyoga. En dan staan er allemaal voorbeelden van poses die we kunnen doen. Die is leuk. Oh, mijn god. Toch? Wil je proberen? Nee. Ja, we kunnen proberen. Ja, oké. Okay. Wat ik dan denk, is dat je zeg maar zo zit. Oké. Zo. Oké. Okay. Ja? Oké, next. Ja, ja. Ja? Ja, ja, ja. Gaat goed, gaat goed. Oeh! Lukt dat? Ja! Dit zou ik nog wel echt niet doen op een date, hè? Ja. Ik ga eraf, ja? Ik ga rustig naar beneden. Ik ga rustig naar beneden voor jou. Ja. Ja? Ja. High five. Yes. Wel dan. Gewoon gaan. Ja, ga met die banaan? Ja. Ik ben niet zo lenig. Heb je hem? Nee. Nee, ik heb hem niet. Oké. Okay. Ik val. Oké. Okay. Ik heb hem niet. Waar is jouw laatste relatie op stuk gelopen? We begrepen elkaar niet. Oké. Okay. Dus dat was 11 jaar geleden. Ja? En ik was heel snel jaloers, okay. Zeg maar. Ja. En dat heb ik afgeleerd. Ja, hoe heb je dat afgeleerd? Om open mind te zijn, zeg maar. Maar heb je meegemaakt dat ooit iemand is vreemd gegaan? Ja, gewoon chatten, zeg maar. Toen achtergekomen. Hoe kwam je daarachter? Omdat ik de chats kon lezen. Oh. En ben je zelf ooit vreemd gegaan? Ja, voor 1 week. Omdat ik denk de weg kwijt was. Op wat voor manier was je de weg kwijt? Ik wist niet wat ik wilde. Ja. Ik dacht van, wat doe ik? En zij kwam daarachter? Ik had het verteld. Oh, je had het zelf verteld? Ja. Maar ze accepteerde het? Ja. Oké. Okay. Tarten. Oh, god. Ja, gewoon zo. En probeer zo. Ja. En zo, zeg maar. En probeer alleen. Okay. Oh, jee. Zo. Oeh, dat is de muur. Oké, okay, probeer zo een klein beetje hoog te houden. Oeh, ze draaien van mij. Oké. Okay. Dit is echt niet voor mij. Alsof een vliegtuig, papieren vliegtuig gooit. Ja. Snap je? Maar bij mij crasht die altijd. Oké. Okay. Ja. 1, 2, 3. Juist, gaat beter. Maar dit ging juist te hoog. Hé, hey, perfect. Ja. Heb ik gewonnen. Yes.
gaan we verder met de vragen? Mm-hmm. Ja. Laat maar jouw laatste verstuurde berichten lezen. Oh. Oké. Okay. Ja. Ik weet niet of je het heel leuk vindt om te lezen. Oké. Okay. Okay, hij heeft ook een kind al. Ik weet niet of ik dat wil, iemand die al een kind heeft. Snap het. Heeft hij veel contact met babymama? Ja, dat vroeg mijn vriendin. Ja. Sorry. Nee, maakt uit. Ja. Wat denk je hierover? Normaal, dat je vraagt natuurlijk en vertelt, zeg maar. Dat is gewoon goed. Ieder zijn ding, zeg maar. Ja. Het hoort erbij. Dus het is goed. Ja. Anders blijft het in je hoofd. Ja, ja. Wauw. Dank je wel. Nice. Thanks. Echt mooi. Kan ik ergens bij helpen? Je mag gaan zitten als je wilt. Je hebt een kind. Ja. Okay, en een goede band met je babymama. Ja. Ja. Zeker. Netjes. En heb je daarna nog gedate en dat je een vriendin had en dat je zeg maar je vriendin aan je ex hebt voorgesteld? Na uitgang zeg maar met haar heb ik niet meer gedate. Tot nu, tot vandaag. Tot nu, ja. Oké. Okay. Maar het is best wel een grote stap, toch? Van niet daten en dan hier aan meedoen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik dacht, ik ga het toch proberen. Want ik voel me wel oud worden. Ja. En ik wil wel graag een partner hebben, zeg maar. En ik wil niet langer mee wachten. Ja, oké. Okay. Zo. Zal ik je... Yes, dankjewel. Nice. Gentleman, hè? Ben je dominant? Kan ik denk wel een beetje zijn. Als een man zegt van ik ga even uit met vrienden. Veel plezier. Have fun. Drink een drankje voor mij. En ben je daar heel makkelijk in? Nou, ik hou ook zelf van gewoon uitgaan als persoon. En dan met mijn vriendinnen. Mm-hmm. Ik zou niet elke keer met mijn vriend per se uit willen gaan. Ja. En als ik dan met mijn vriendinnen uitga, wil ik wel dat mijn partner mij vertrouwt. Ja. Ja. Dan wil ik jullie vragen om lekker te liggen. Veel plezier. Jij ook. Probeer op je ademhaling te letten. Volg je adem helemaal naar je buik. Mogen jullie weer rustig teruggaan naar je lichaam. Neem alle tijd om rustig te landen. Hoe was het voor jou, schat? Ja. Emotioneel, hè? Ja, en het voelde ook alsof ik zeg maar dieper in mijn lichaam ging. Mm-hmm. Op bepaalde punten. Dat kan, zeker. Dat is echt de energie die lekker stroomt. Ja. Verder heb ik nog hier een kaartendek. Voor wie het leuk vindt, mag even een kaartje trekken. Zeg gewoon ja. Oh. Hier heb je je hele leven voor geoefend. Nou, misschien is dat wel voor je date. Zeg gewoon ja. Lang leven de liefde. De liefde is vrij.